Hallo, ik ben Hans Sobrechts en in dit filmpje gaan we het hebben over onze gezondheid bij het airbrushen. Let er steeds voor op, we zijn met verven bezig, ook al zijn die op watergedragen basis, verven zijn nooit gezond. Dus inademen voor verven is niet aan te raden. Als je spuit voor je werkstuk, moet je niet met je neus tegen je pistool zijn. Ook langs de andere kant is het belangrijk om in een goed geventileerde ruimte te zitten. Als je je comfortabel voelt, is het ook interessant om een mondmasker aan te schaffen. Op deze manier ben je zeker dat er totaal geen vuif in je luchtwegen komt. Een mondmasker, hoe zet je dat op? Dit is eigenlijk een half masker, dus de ogen zijn niet beschermd. Maar hier wordt de neus en de mond helemaal in opgenomen. Dus op deze manier? Moeilijk om te praten natuurlijk. Je zet deze aan de bovenzijde van het hoofd en langs achter pas je aan zodat je aan het hoofd netjes aansluit. Zo kan je het afnemen zodanig dat je kan ventileren. Nu, weet je, kan heel goed ademen door zo'n mondmasker. Heel belangrijk is, dit mondmasker van 3M is gemaakt om er koolfilters aan te doen. Koolfilters die bewaar je steeds in een afsluitbare zak. Zo'n diepvrieszakje of zo. Waarom is dat belangrijk? Een koolfilter heeft een actieve werking, maar die kooltjes, als die opgebruikt zijn in de werking, dan is het ook voorbij. Dit zakje is toe, dus deze lucht binnen in het zakje is volledig gezuiverd. Mocht je die koolfilters gewoon op de tafel leggen, nu dan gaan die heel de tijd werken om lucht te zuiveren, totdat ze eigenlijk hun werking teniet gedaan zijn. Dus na de werking zie je dat je altijd koolfilters bewaart in een afgesloten zakje. Kijk ook op de koolfilters hun vervaldatum en hoe lang dat ze werkt afhankelijk van je aanschaf. Het is niet gewoon een stofmasker dat je moet kopen, want een stofmasker zal niet helpen tegen verfdeeltjes. Dus het is belangrijk als je een koolmasker neemt, dat je goed kijkt welke type van kooltjes dat je hebt. Deze is voor organische gassen, dus eigenlijk voor gassen op te slorpen die gebruikt worden bij de verneveling van de verf. Ja? Je ziet dat zijn zo van die bruine filters van 3M met als nummer hier 6001CN. Wat heb je als je koolfilter hebt? Het bewijs na gebruik. Die padjes die zijn ter bescherming van de kooltjes zelf. Als je ziet, deze is gebruikt geweest, dan zie je al heel goed de kleur. Dat dit hebben we niet ingeademd. Hadden we niks op gehad, hebben we dat wel gedaan. Dat plaats je ervoor. Plaatsen dat erover. En eigenlijk aan deze zijde, je hebt hier een compartimentering. En je ziet dat hier drie hoeken in zijn. Die zijn er daar ook. En we klikken die vast. Tweede. Pak je die eronder en we klikken deze vast. Dus eigenlijk, dit is het mondmasker dat volledig nu operationeel is om te gebruiken. Plaatsing, zoals daarnet. Onze gezondheid is belangrijk, daar gaan we niet te licht over. Daarom is het belangrijk om gezonde lucht te hebben. Dus gebruik een masker indien nodig of zorg voor een ruimte die voldoende ventilatie heeft en afzuiging. Als je een halfmasker aanschaft, is het belangrijk om de koolfilter goed te bewaren. Deze bewaar je in een afgesloten zakje en je checkt ook de vervaldag en het aantal gebruikte uren waarmee je dit doet. Kies ook de filter voor het juiste doel. Bescherm deze koolfilter bij gebruik ook met een aantal vrij te kopen pads om deze te plaatsen voor de filter. Dus als bottom line, gezondheid is superbelangrijk en zuivere lucht dus ook. Ik zie je later in een volgend filmpje.